Goedemorgen, welkom bij een nieuwe vlog. Vandaag zijn we dinsdag. Ik heb net zelf al cashewnotensprints gemaakt voor mijn rap, want die vallen altijd geen ons op. Hoe heb ik het gedaan? Ik heb gewoon een aantal cashewnoten geweekt in water. Die heb ik dan vanmorgen gemixt met een klein beetje water. Ik had water van 2 weken weggegooid. En dan een beetje edelhoogstvlokken erbij, een beetje peper en zout. En ja, dat was het. Ik weet niet of dat het beste recept is, maar dat is de manier waarop ik het gedaan heb deze morgen. Hallo, goedemorgen. Ik ben net naar de winkel gewandeld. Ik vind het eigenlijk wel leuk om zo mijn dag te beginnen. Even wat stappen gezet, wat beweging erin, frisse lucht. En tegen dat ik mijn fiets en zo uit de hang heb gehaald, ben ik er toch bijna. Dus. Jullie hebben mij al een paar dagen niet gezien, omdat ik de zondag en de maandag niet heb gevlogd. Dus ik dacht dat het wel tijd is voor een updateje. Dan voornamelijk over mijn knie. Want zoals jullie enkele vlogs geleden konden zien, ben ik vastgesteld geweest met Osgood's katter. In die vlogs vertel ik daar ook meer over. Maar het is zo dat ik woensdag. Dag en donderdag een workout heb gedaan. En de donderdag na de workout begon ik mijn knie echt te voelen. Maar dat viel nog wel mee. Dan ben ik vrijdag naar de knie geweest. En op het moment dat ik thuis kwam van de knie, na de trap op te gaan, schoot er echt weer pijn in mijn knie. Niet normaal. En de vrijdag heb ik dan een heel rustige workout gedaan, vooral op mijn armen en zo. De zaterdag had ik ook last bij het wandelen van mijn knie, dus dacht ik ga ook weer heel rustig doen met mijn knie. Zondag ben ik naar Brussel geweest en we moesten verschillende trappen op en af doen voor bij het overstappen van trein naar trein. En dat is echt pijn, echt. Ik voel me een klein beetje kruppel. En maandag heb ik dan opnieuw een knieafspraak. En ik had eigenlijk echt die. Ik had dan eigenlijk echt die dagen, de vrijdagavond, de zaterdag, de zondag en de maandag. Ja, dat was voor mijn knie. En ook moest ik. En met de knie veel, veel rustiger gedaan. Om toch wel te blijven stretchen, maar niet vanaf dat pijn deed of meer pijn begon te doen. Moest ik het aangeven, want ja, ik had eigenlijk al pijn genoeg op mijn kwam. En vandaag is het lekker beter. Vandaag zijn we dus dinsdag. Vandaag is het beter, maar heb ik nu spier. Pijn niet aan mijn knie zelf, maar zo net boven mijn knie. Maar ik heb er mee gewandeld en het gaat om te wandelen, maar ik weet niet welke sfeer dat eigenlijk is boven mijn knie. Zodat ik erin moet opzetten. Je quadriceps zitten daar helemaal. Als ik iets uitga aan deze medische tekening. Sorry dat dit stuk nogal gekapt was, maar ik zit in de winkel zoals je kunt zien naar mijn achtergrond. En de deur staat open voor verlichting. Dus ik wil niet te veel praten tegen mezelf als mensen passeren. Ik ben in mijn bankboek notitieboek, die trouwens ook op mijn webshop verkrijgbaar is, notities aan het maken over de boeken die ik de laatste tijd heb gelezen. Het is trouwens deze spier hier die wel lastig doet, dus volgens mij zijn dat de quadriceps. En ik had daarnet ook weer wel steken in mijn knie terwijl ik zat. Maar ja,
Blijkbaar is dat wel normaal dat dat zo in up en downs gaat, het herstel ervan dus. En ik zit trouwens naast een barista, ja, zo noem je dat denk ik, ja, een koffiezaak. En ik ruik dat hij nu zijn bonen aan het branden is. Dat ruikt hij dan zo naar goede koffiegeur. Ik merk nu pas trouwens dat ik bijna altijd een SD-kaartje heb zitten in mijn laptop. Er straks ging weer een alarm aan, want het was wel in stukjes, dus ik dacht, het is niks. En ik wist ook niet echt meteen van waar het kwam. En nu zag ik net de brandweer passeren en ze komt binnen bij mij en ik denk, huh, er is toch niks hier aan de hand. Maar blijkbaar zijn er mensen vast in de lift, in het gemeenschappelijke gedeelte. Voor zover ik weet is die persoon uit de lift bevrijd, want de brandweer heeft komen zeggen dat alles in orde is. Nog iets anders. Ik heb vandaag de kerstboom voor mijn deur weggehaald. Ik keek zo mooi door het raam op een kerstboom, maar hij is weg. En het is geleden begonnen met deze serie. Dit is de serie Superstore. En dat is echt ja, tof om te kijken. Zeker zo als je aan het eten bent of zo. Ik zit weer in een focus sessie en voor de focus sessie en ik ben een blogbericht aan het typen ondertussen en dit zijn de boeken die ik las dit jaar. Lange lijst. Gisteren ben ik naar de voedingsconsulent geweest en daar heb ik twee opdrachten gekregen. De eerste opdracht was om op te schrijven waar ik energie krijg, dat dus geen eten is, want ik ben al af en toe een emotieeter. En de tweede was om mijn dieetregels op te schrijven. Welke regels leg ik mezelf op die vanuit de dieetcultuur komen? Dus dat heb ik gedaan. En ik heb ook een nieuwsbrief geschreven. Of toch zo goed als afgeschreven. Ik moet nog wel een foto maken van mijn wrap. Omdat ik die erin heb verwerkt. En ik moet nog even de teksten nalezen. Maar nu ga ik, als het goed is, kijken naar een nieuwe broodje content van Anouk van Ampersand. Als die tenminste online staat, want ik ben nu niet zeker of dat zo is. Het is pas vrijdag of zo. Nu ga ik even een banaan eten. Zoals je in de afgelopen vlogs wel hebt gemerkt, ben ik heel heel slecht in het vloggen nadat ik thuis kom van de winkel. En ja, ik kan er niet aan doen. Ik vergeet dat gewoon vanaf dat ik de deur achter mij toe gooi. Vanavond heb ik met mijn zus trouwens Captain America in uitzien, The First Avenger. En nu hebben we gekeken naar Captain Marvel, of toch een deeltje van de film, want ja, tegen aan het einde van de film zaten, ben ik naar mijn kamer gekomen, workout gedaan, en nu ben ik hier. Tijd om te gaan slapen. Vanavond lees ik het boek. Mijn boek is gevallen. Vanavond lees ik De Vervlogen Held van Britt Bennett. Want ik heb eergisteren Het Meisje op de Trein uitgelezen. En zoals je misschien aan de lichtverandering kon zien, is mijn wake-up light aangesprongen. Die springt altijd 9:30 aan. Omdat die dan stilletjes aan de lichtintensiteit vermindert totdat het 10:00 is. Meestal heb ik een uur om te lezen, maar nu heb ik dus maar 1/2 uur meer. En ik moet eerst nog
enkele kinny oefeningen doen. Net één gedaan en nu is het tijd voor de tweede. Hiervoor leg ik een rol onder mijn knie. Daar is dus mijn kruk. En nu moet ik deze induwen. En ik ga zo ook de vlog afsluiten. Want ik ga gewoon nog een half uurtje lezen en dan ga ik slapen. Dus bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren hieronder. En dan zie ik jullie in de volgende video weer. Doedels!